Dag mevrouw Celis, is komen aanschuiven. Dag mevrouw Celis, Vera Celis van de N-VA. Ja, er komt een campagne, heeft de minister gezegd. Zijn we er nu? Wel, een campagne zal een onderdeel zijn. U weet dat er een groot probleem is om voldoende leerkrachten te kunnen vinden. Zeker voor een aantal vakken waar het extreem moeilijk wordt. Als het natuurlijk vakken zijn zoals wiskunde, zoals Frans, die toch wel een aantal uren per week gegeven worden. En waar dat leerlingen soms tot een maand toe geen leerkracht hebben, dus dat dat vak tot een maand toe niet gegeven wordt, dan hebben we wel een ernstig probleem. Ja, terwijl al die leerlingen diezelfde eindtermen moeten halen op het einde van de rit. Men moet de eindtermen halen, men moet kunnen. Aan de eindmeet wordt er verwacht dat dus bepaalde eindtermen inderdaad gehaald worden. Goed, er komt dus een campagne en daarmee is dan alles opgelost of is er nog meer nodig? Ik denk dat het nooit kan. Dus een campagne kan natuurlijk het lerarenberoep terug een stukje wervend maken. Wervend, en dan bedoel ik daarmee het aantal jonge mensen dat wel heel bewust kiest voor de lerarenopleiding. Want we zien toch wel heel dikwijls dat men eerst een andere opleiding geniet en dat men dan bijvoorbeeld via een specifieke lerarenopleiding of dat men bijvoorbeeld zegt, ja, mijn universitaire studie die heb ik niet kunnen halen, dat is een beetje te hoog gegrepen. We zullen nu maar naar de lerarenopleiding gaan. Ja, het mag geen tweede keuze worden, het moet een eerste keuze zijn. Het moet een eerste keuze zijn. Gaat dat volstaan, mevrouw Celis? Moeten we bijvoorbeeld niet eens, ik zeg maar iets, de vaste benoeming op tafel leggen? Want die jonge mensen komen op de arbeidsmarkt, zien zich geconfronteerd met vastbenoemde leerkrachten die soms verlofstelsels opnemen, de laatste dag voor de vakantie nog even terugkeren. En dan is die jonge leerkracht verplicht om al opnieuw uit te kijken naar iets anders. En die holt van de ene interimjob naar de andere interimjob. Moet die vaste benoeming niet in vraag worden gesteld? Dat klopt. Dat is een discussie die ook al jaren loopt. De discussie rond de vaste benoeming. Goed, als al jaren loopt, moeten we daar dan vandaag eens niet paal en perk aan stellen? Er gaat iemand durven het verhaal moeten, of iemand moet durven het verhaal op de tafel te leggen. En waarom? Als je natuurlijk zit op een moment van krapte en dat een van de troeven de vaste benoeming in onderwijs is, is dat heel moeilijk om dat als eerste argument naar voren te schuiven. Ik deel uw mening als je dus zegt, we moeten er durven over praten. Maar het is een troef en op een moment van krapte hoor je wel dat men zegt, kijk, men wil nu ook de periode voor THDD, een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, nog verkorten, dat er toch al een garantie wordt gegeven aan die beginnende leerkrachten dat ze van een zekerheid hebben rond uren. Ja, maar goed, natuurlijk, het heeft natuurlijk als gevolg dat jonge mensen een interim moeten doen, misschien graag op die school zijn, ja, en dan na enkele maanden al terug moeten uitkijken naar iets anders, want de vastbenoemde leerkracht komt terug. Die vastbenoemde leerkracht gaat terug, maar je mag niet vergeten dat die vastbenoemde leerkracht, ik was 40 jaar, want ik heb dus ook een verleden in het onderwijs, het jaar dat ik dus 40 ben geworden, het schooljaar daarop, ben ik met een vaste benoeming kunnen starten. Dus ik heb zeer lang daarop moeten wachten. Het gaat niet over mij, het gaat natuurlijk over heel wat mensen die binnen onderwijs werkzaam zijn. Daar zijn er heel wat bij geweest die ook zeer lang hebben moeten wachten. En om dan afstand te doen van die uren, eens dat je die hebt, dat is niet altijd evident. Nee, maar we hadden het over die aantrekkelijkheid natuurlijk, hè? Uiteraard. Dat is één van de elementen die speelt. De vaste benoeming heeft uiteraard een keerzijde, maar dat is de discussie van de vaste benoeming. Eens dat je die hebt, en dat hoor je natuurlijk op het veld ook wel, als bepaalde leerkrachten er bijvoorbeeld kantjes beginnen aflopen, dan kan je daar bijzonder moeilijk van afgeraken, eens dat die mensen vast benoemd zijn. Dus je hebt een pro om mensen te kunnen aantrekken, maar je hebt langs de andere kant weer een enorme contra, omdat je zegt, maar er mag je houdt gerust over gediscussieerd worden. Naar evaluatie een probleem en daar zal zeker in de toekomst moeten over gediscussieerd worden. Heel kort nog, moet er nog meer geld naar onderwijs gaan? Wel, onderwijs is de grijze massa van Vlaanderen, is de grijze massa van ons land. In principe kan je daar nooit genoeg... We hebben geen andere grondstof, hè? We hebben geen andere grondstof, je kan daar nooit genoeg in investeren. Het is ook in de toekomst dat je investeert. Ik denk dat als je bekijkt het aandeel van onderwijs, hè, dat toch om en bij de 40% van het budget is, dat is al een heel groot stuk. Dat neemt niet weg als de financiële mogelijkheden breder worden, dat zeker moeten doen. Maar evengoed, de universiteiten hebben recht van spreken wanneer zij meer geld vragen voor onderzoek. Want dat is natuurlijk naar uw gemeenschap, naar de toekomst. Dus meer geld voor onderwijs, meer geld voor onderzoek, voor Vera Celis moet het allemaal kunnen. Bedankt voor dit gesprek. U beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Ik wil u nog meegeven,
Hier heeft vanmiddag een heuse stoelendans plaatsgevonden. Er is een nieuwe minister, er zijn twee nieuwe parlementsleden. U kan zo meteen kijken naar hun eedaflegging. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.